Liefde gaat door de maag. En speciaal op een dag als vandaag, Valentijn, komt dat goed van pas. Nienke gaat vandaag heel Enschede door om liefdestelletje te verrassen met lekkere gebakjes. Je bent nog druk bezig. Wat heb je hier gemaakt? Een koektaart. Oké. Dat is een nieuwe trend op taartgebied. Ja. Ze worden onder andere gemaakt in cijfervormen. Wij dachten, we doen speciaal voor Valentijn een hart. En wat is dit dan? Is het een beetje schuim? Het is allemaal crème. Het is een koek met daartussen crème, weer een koek en nog een laagje crème. En dan mooi opgemaakt met onder andere verse aardbeidjes, koek. Lekker. Er komen nog mooie sprinkels overheen. En die ga je vandaag uitdelen. Ja. Heb je veel aanvragen gehad vandaag? We hebben ontzettend veel bestellingen. Ja? Ja. Valentijn is er nog wel in. Ja. Dat wel. Ja? Ja. En heb jij nog verder met de cupcakes dingetjes aan Valentijn gedaan? Ja, we hebben ook altijd een Valentijn's cupcake. Deze keer is dat een aardbeiencupcake met witte chocoladecreme. Maar het zijn vooral vandaag de koektaarten die heel veel zijn besteld. En je gaat ze zelf rondbrengen? Ja. Ja? Heb je veel adresjes waar naartoe moet vandaag? Ja, we hebben wel een leuke lijst. Leuke dag. Ja, dus, ja zeker. Dus daar staan de gebakjes al klaar die je zo gaat rondbrengen? Ja, we gaan zo eerst naar een zorgcentrum. Ja. Dus liefde gaat wel door de maag. Zeker, nou, zeker. Ga met wat, kom. Nou, we hebben geld te besteden van waardigheid en trots. Voor onze cliënten mogen we allemaal leuke dingen doen voor de mensen. En vandaar dat we dachten, we gaan mooie taarten bestellen en rozen voor elke cliënt. En die bieden we zo aan bij de koffie. Nico, hoe lang werk jij hier al en heb je dit opgericht? Ik ben in augustus 2016 begonnen. Of tenminste, toen is de winkel opengegaan. Ja. Ik heb 1 april de sleutel gekregen. Dat was geen grap. Nee, het was geen grap. Bijna 2 jaar geleden. Leuk. Dus, en vandaag dus de Valentijnsactie. Is ook gewoon iets wat je zelf bedenkt en dan kun je het lekker uitvoeren. Eigenlijk was het hele idee van het hart was een idee van mijn moeder. Die zei, oh Nien, dat is leuk, dat moet je maken. Dus dacht ik, doen we. En toen hebben we er eentje gemaakt en die verloot op Facebook en dat ontplofte. Ja. En we kregen meteen aanvragen binnen van mensen die ze wilden bestellen en dat hadden we totaal niet verwacht. Dus het was ook echt wel even aanpoten om alles af te krijgen voor vandaag. Ja, leuk. Nou, het is mooi geworden en het wordt vast een mooie dag. Ja, nou heb ik al die gebakjes natuurlijk voorbij zien komen vandaag, dus ik wil echt wel even proeven of het echt zo lekker is als dat het eruit ziet.